Yo mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe bouwupdate. Vandaag is er niet al te veel veranderd, maar er zijn wel paaltjes in de grond. Dus dat gaan we even laten zien. Bouwupdate, symbolica. Oké, we zijn nu op dit pad. En ik zal even de palen laten zien. Ik weet niet of dat je het kan zien. Daar zo zie je van die palen. Ik zal het even proberen aan te wijzen. Daar zo. En je ziet hier zo ook nog van die... Van die soort dingen waar je touw omheen kan doen. Voor de rest is niet veel veranderd. Maar het ziet er al modderig uit. Maar voor de rest, ja ik sta maar vier zo. Voor de rest is er nog helemaal niks eigenlijk. Ja, de zandhopen weer. Die zijn een metertje hoger geworden, die grootste. Denk ik. We lopen even rustig aan naar beneden. En voor de rest is er niet veel veranderd. Volgens mij jongens is deze bouwlamp nieuw, want die heb ik ook nog niet eerder gezien. En ja, het is modderig, maar dat komt omdat het geregend. En voor de rest is er niet veel veranderd. Hierzo zijn ze wel een gat aan het maken. En hierzo hebben ze ook dingen afgezet ofzo, ik weet niet waarvoor het is. Maar dat zien we straks allemaal wel. Paro, dit is ook nog steeds niet open. Ik hoop wel even dat het vooruit gaat met de attractie. Want zoals ik in elke aflevering al heb gezegd, dan kunnen we van bovenaf. En dat is veel zieker. Even een feitje over de pagode. In 2015 is die vaker dicht geweest dan open. Dat je daar maar even weet. Ik hoop dat je deze derde of vierde bouwupdate alweer leuk vond. Doei! Hey. Tot de volgende bouwupdate. Of niet, Jochem? Ja, CT. Hey, houden we. Volg even op Instagram. Efteling Times. En dan, houden we.